Een hele goede morgen iedereen. Het is woensdag, ik heb me verslapen, want ik was eigenlijk al heel laat gaan slapen. Dat zonder meer, zonder twijfels natuurlijk. Ah, ik heb het ook bij mijn nek, maar dat geeft niet. Mijn begeleidster die belde mij uit mijn bed. Die zei van, ben je thuis? Ja, ik ben thuis, maar ik lig nog op bed. Oh, ze wil niet, dat komt nou eigenlijk niet. En toen dacht ik, ja, weet je wat, dan laat ik ze toch maar komen. Ik ga me toch maar aankleden. En toen zei ik van, ik heb geen koffie gedaan. Dus zo, weet je wat, dan gaan we bij Larijna een lekker kopje koffie doen. Dus ik ga lekker latte macchiato drinken. En wat drink jij? Cappuccino, toch? Ja. Corinne neemt een latte. Ik niet in beeld, hè, Erik. Dus 1 seconde. Ja, niet doen. Oh, te laat. Ja, ik zag het. Nou ja, die 1 seconde, die kan ik niet knippen. Dus Corinne neemt een cappuccino en ik neem latte macchiato. Om even lekker wakker te worden, jongens, en dan denken jullie natuurlijk mee naar de rescue ding, geval. Want er worden hier allemaal video's opgenomen. En natuurlijk heb ik mijn sleutel bij me, die vergeet ik niet. Maar ik ben echt nog niet wakker, jongens, ik ben echt. Het is prachtig weer op dit moment, want wij weg naar heldere blauwe lucht. Oh, heldere blauwe lucht, jongens. Dus dat is wel zalig. Ik zit lekker in het zonnetje. Ik ga even lekker wakker worden. Ik moet dat de macchiato zien. Maar ik heb nu wel een trui aan, jongens. Want het is voor zonnetrui vind ik het nog een beetje frisjes. Misschien in de latere middag dat het volop zon. Dat is sowieso. Ik ga het vandaag naar mijn tante toe. Daar wordt ook weer een vlog genomen. Daar ga ik nasie maken. Volgende week komt er ook weer een vlog, ook van mijn neef, dat hij jarig is. Dan ga ik de taart vloggen die ik ga maken. Ik kies namelijk een hele goede taart, wordt een taart van toch wel ruim. Ik ga even jouw armen wel filmen. Tot ongeveer zo hoog. Je komt er niet op, Engert. Ik ben bang voor jou. Doe normaal. Gek. Maar zo hoog wordt de taart dus. Dus dat wordt een 5, Friday night 5 taart ding. Dat is verjaardag. Dus daar gaan we ook weer een vlog over opnemen, jongens. Ik ben echt super blij. Ik ben echt nog niet akker. Ik moet echt even dus wakker worden nog. Maar dadelijk dan ga ik mijn koffie. Ik drink hier vaker Lotto Macchiato. Dat vind ik heerlijke koffie normaal gezien. Als ik ook 1 keer in mijn week hier. Goed, ik ben inmiddels wel kind thuis, want hier komt ook onze fanmail altijd binnen. Dat moet ik dadelijk met Rian of met Rianne. Corine. Dank je. Met Corine naar de rescue. Dus dat gaan we nog eventjes doen. Dus tijd voor even wakker worden met een heerlijk kopje koffie. Kijk, er komt maar lekker een koffie aan. Kijk eens even. En een latte alsjeblieft. Dank je wel, schat. Dat is mijn automatiette, dat is de cappuccino. Dit is Lotte Macchiato, die drink ik heel graag. Dus ik ga eventjes lekker koffie drinken, ik ga even wakker worden en dan zie ik jullie allemaal later. Het slakje, zoi. En toen was ik mijn begeleiding kwijt. Je moet gewoon hier in de buurt blijven, dan komt er niks aan, dan kan er niks misgaan. Ik weet niet waar die is. Die zei, ik wacht daar en dan zit ze niet. Dus ja, niet anders ook niet waar ze op dit moment is. Maar goed, anyway, by the way, ik sta hier nu bij een rescue, iets van de rescue op de Bellamypark, op de boulevard. Hier gaat alles gebeuren, hier worden de leuke dingen gedaan. Hoi. Hallo. Dus ook politiebusjes en dit is een oprindende ding voor een auto als je autopech hebt. Dus dat is wel cool. Er staat een politiebusje. Ik hoop eigenlijk dat Jan Willem, de politie Jan Willem, hier ook is. Want dat zou ik wel stoer vinden. Maar ik denk het niet. Ik zie wel camera mensen. Overal de zwaailichtjes. Wel, voor mij mag het zo ver zijn, want ik geniet er echt van. Geef omlopen, want ik wil eigenlijk kijken of Corine kan vinden. Corine! Corine! Corine!
nu kijk, dit is de OK. En dit is de tafel van de OK. Hier worden mensen geopereerd. Dus kennen jullie velen dat wel van de aflevering is goed? Zeg, kijk, helemaal goed. Dames en heren, goedemorgen. Is het nog welkom, Rescue 2023. Daar, op de boulevard. Dus. De speciale bril voor de presentatie die we op hebben. Welkom. Een kleedje en instrumentjes. Hier hebben ze infuusde slangen. Er zit natuurlijk wel natuurlijk vloeistof in toen tijdens de operaties ervan. Normaal gezien laten ze dat niet zien, dat is wel afgesloten. Maar dit is speciaal voor Rescue, dus dat is wel leuk. Dit is een machine, dit is de hart, machine voor de hart. Jongen, mag ik je even vragen alsjeblieft? Dankjewel. De zuurstof, dit is voor de doping. En dit is wel heel leuk, ik heb al die dientjes en de drukmeters. Goedemorgen en welkom Rescue 2023. Sorry hoor. ABSZ. We hebben vandaag demonstraties. Goed, dit is speciaal ook voor een beeld. Dat ik laat zien. Hoi. Het is gewoon een camera die dat kan laten zien. Hoe of wat. Dus als je wil. Ik ben YouTuber dus. Ik ben heel even mijn blokje naar binnen aan het schuiven. Oh, dat vind ik interessant. Mijn blokje ligt niet meer in het midden. Oud. Moet ik zien? Ja, maar ik moet niet zo ver weg liggen. Dat gaat niet helemaal goed. Je moet niet zo ver weg liggen. Nee, dat snap ik. En dit is zo'n pop en die ze dan gebruiken voor een persoon. Sorry. Ik ben nog volop bezig. Ik mag zien, mag hier pas laten komen, maar ik mag dat even bewegen mijn vlog. Speciale camera die ze in de buik schuiven en dan kunnen ze van allerlei dingen sturen. En dat is eventueel ook voor een TNT schuiving, kijken waar die zit. Voor heup en dergelijke dingen. Dus het is eigenlijk van alles nog wat ze hier hebben, dus dat is wel cool. Hier ligt tenminste ook een patiënt. Hier ligt een patiëntje al onder. Hier wordt ook geopereerd, hoi. Ja, ik ben, hoor. Ja, ik ben YouTuber, dus ik doe alles filmen. Oké. Okay. Nou, dat kan ook. Het kan zelfs nog aangekleed worden, als je wil. Oh, dat vind ik wel. Dat lijkt me wel cool, om dat even te doen voor de video. Dat lijkt me wel eens leuk om dat te mogen. Ja? Kun je dat regelen, denk je, voor mij? Ja, maar dat kunnen we wel regelen. Dat vind ik wel. Jongens, ik krijg echt een heel dokterskostuum aan. Dit is wel kei cool. Dan krijgen jullie... Wauw. Dit vind ik cool. Ik krijg dus van deze zuster krijg ik een dokterskostuum aan. Dus dat vind ik wel vet cool. Dat vind ik echt, dat vind ik de max. Dat wil ik wel. Dus ik ga even kijken wie ik daar het beste voor kan doen. Dus ik denk ik wel kom dat aan te doen. Weet niet of dat kan. Kun je dat vragen van mij of dat kan? Of? Ja, dat gaan we doen. Dat is wel heel cool, jongens. Zien jullie mij in heel uniform? Lekker! Ik ga dat even vragen. Mag je eens hier aankleden? Oké, ik ga even de camera. Ik ga even dus, mijn camera hier zetten, jongens. Dan ga ik hem even hoger zetten. Moeten we je aankleden? Ja. Misschien dat jij haar kunt filmen. Kom maar. Als jij haar filmt, dan... Hij draait dan, hoor. Ja, hij blijft draaien. Kijk, dan doen we je jas maar naar voren. Dan doen we je jas zo aan. En dan doe ik hem aan de achterkant dicht. Wauw. Leuk. Ja. Nou, doe ik nog even je handschoenen aan. Wauw, zo cool, jongens. Andere kant hoor. Ja.
de muts op zetten. Als je wilt kun je nog een maskertje voor. En nou nog een pincet en een naaldpoeder in je hand, hè? Dat gaan we wel even regelen. Kijk, mag jij deze vasthouden? Dan draai je even een rondje. Kom deze even kijken. Is het goed door? Zo. Nou, en als je wilt, kun je nog wat hechten. Ja, maar je moet het gaan hechten. Nou, die moet gaan hechten. Oké, okay. Nou, we hebben een naaldvoeder en een pincet. Nou, kijk, ik zal dat even voordoen. Je pakt van deze kant een stukje. Van die kant kom je weer uit. En dan kun je zo, dan draai je over je naaldvoeder. Pak dat vast. Dan knip ik het af. Oh, dit is fijn! Ben jij even niet schoon? Kijk. Als je wel getje op de als je links bent, dan gaan we deze in de linkerkant. En dan steek je zo door. Pak het er maar uit. En je kan het twee keer doen. Dan laat je die los. Ja, die denk ik nog lang door. Wij maken altijd vast. Dan trek je die door. Dan pak je die hier nog een keer vast. Kom maar jongens. Ja, op ongeveer een 30. Ja. En dan ga je van die kant erin. Ik heb ook niet zo lekker pincet. Het is ook geen chirurgisch pincet. Kijk, zal ik je helpen? Kun jij er zo in steken? Zo. Die loslaten. Beetje buggeltje meenemen met de naald. Goed zo. Dan kun je deze loslaten. En dan trek je de draad er gewoon doorheen. En dan doe je deze loslaten. De naaldvoeder. Doe het naaldje los. Dan kun je dit draadje pakken. Draai een paar keer eromheen. Doe hem open. Bekje open zetten. Ja, deze hou je vast. En dan trek je dat er doorheen. Kijk. Oké. Nou. Nee, meisje. Dan heb je zo een knopje gemaakt. Oké? Okay. Ja, van mijn klant. En als je het dan nog goed wil doen, dan doe je het nog van de andere kant. Doe hem nog een keer los. Deze los. Als je met je... Nee. Zo. Kijk, dan doe je deze draaien. En dan moet ik hem nog niet doorheen halen. En dan haal je hem er nog een keer doorheen. Oké. Kijk. Wauw. Zo. Heb je goed gedaan?
Thanks. Als je wil kun je nog de foto. Ja, dat is ja, maar dan moet je me even van de film afhalen. Nee, dat hoeft niet.